programma wordt mede mogelijk gemaakt door Taft. For strong moments. Schotland. Het land dat bekend staat vanwege zijn heerlijke whiskies, de beeldschone natuur, vele eeuwenoude kastelen en het mysterie wat er zich toch onder die Schotse kilt bevindt. Maar Schotland is vooral een land vol mythes en legendes. Dit mysterieuze landhuis uit de 17e eeuw kent een angstaanjagende en duistere historie. Op het balkon zou er een zelfmoord hebben plaatsgevonden. En de geest van deze ongelukkige vrouw zou tot op de dag van vandaag hier nog rondspoken. Paranormale onderzoekers spreken over onverklaarbare situaties en meetbare energieën. Bloedstollend geschreeuw en dichtslaande deuren resoneren door de verdiepingen van dit uitgestrekte landhuis. Wie zal er vannacht in zijn eentje moeten overnachten in het Bannockburn House? Dit zijn de plekken waar je 's nachts niet wilt zijn. En zeker niet alleen. Giel. Thomas. Of Stefan moet vanaf klokslag 12 tot de eerste zonnestralen de nacht overleven. Zonder te falen. Beter gaat de naald niet in jouw voedoepop. Want dit is De Drop. Jongens, welkom in Schotland. Schotland, jongens. Schotland. Ja. Je denkt natuurlijk meteen aan de Schotse kilt, maar de Schotse kilt komt dus helemaal niet uit Schotland. Is dat zo? Nou, draai maar om, ga maar naar huis. Wat een kutverhaal. Leuk om te weten. Nee. Nou goed, we zijn nu onderweg naar Bannockburn House. Bannockburn House. Plaatsje Bannockburn. Ontzettend veel geschiedenis is daar geweest, heel veel gebeurd. Een belangrijk huis, er is ook om gevochten. Maar het verhaal gaat dat daar een jonge vrouw is geweest. Die heeft zelfmoord gepleegd. Zo. En haar geest schijnt nog steeds rond te dwalen daar. Maar er zijn echt veel meer van dat soort verhalen. Oké, we gaan dit verder onderzoeken. Ik ben benieuwd wat daar dan achter zit. Daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar, ja. Uiteraard zijn onze onderzoekers zeer nieuwsgierig naar dit beangstigende landhuis. Er zal immers één van hen hier morgennacht om klokslag 12 worden gedropt. Giel, Thomas en Stefan komen aan in het met sneeuw bedekte dorpje Bannockburn. Onder de 8000 inwoners zullen er vast en zeker mensen te vinden zijn die de jongens meer kunnen vertellen over deze akelige plek. Can I ask you something? Because we not from here and we want to know more about the Bannockburn House. Do you know that? Last night it was on the television. What was it on television? Some Scottish thing and it was Gail Porter. She's Scottish. It was going about hunting the ghost. And did you believe in it? Oh yeah. 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 Scotland's full of ghosts. And what kind of stories are there? Three-finger demons. Three-finger demons? Three-finger demons and a thumb mark. No way. Scratch marks. Hello. Do you know anything about the house by any chance? As soon as you open the front door of the Bannockburn House, all you hear is... It's haunted, very malevolent imps in the basement. But what kind of stories are there? Just that it is very haunted. And they were down in the cellar and they were like trying to do the readings of what was in there and they say there were, you know, malevolent imps in the cellar. They did actual like a paranormal investigation in the basement there. The imps told them to fuck off or they would come and get them all. Right, thank you so much for your time. Interesting. Ja, echt, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, ouwe. Jezus, ik ga helemaal weg, jongen. Ik heb fucking moemboets aan, gek. Ik moet naar die sneeuw toe. Wauw, hier is dit is ook een heel oud gebouw, gek. Hi there. Actually, we're making a YouTube video about the Bannockburn House. Ah, right, yes. The places have a long connection with military history. But there are people who are less skeptical, who will no doubt say that, yes, there's certainly a ghost in there, but... Yeah, because there have been like a lot of people who investigate there as well, right? We read stories like paranormal investigator went there. I know, but if you're going as a paranormal investigator, you'll often go in there and you'll expect to find something, so you'll have sort of an unconscious bias of definitely trying to find something. I think going in there as a skeptic is always the best way for it. Thank you guys so much. Have a good day. Bye-bye. Yeah, thank you. Okay, veel informatie. Ontkracht de verhalen in principe niet. Hij weet dat die verhalen er zijn. Hij gelooft er zelf helemaal niet in. Nou ja, dat is niet erg, maar hij zegt wel ja, er zijn inderdaad wel verhalen erover. De verhalen uit het dorp maken het mysterie rondom het Bannockburn House alleen maar groter. De mannen besluiten naar hun hotel af te reizen. En morgen bij daglicht het landhuis zelf maar eens met een bezoek te vereren.
Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Hebben jullie een beetje lekker geslapen? Ja, ik wel. Ik heb onderzoek gedaan nog. Ik heb een paar interessante dingen gevonden. Ik ga het gewoon even voorlezen. Ah, nu gaat het komen. This historic house has numerous ghostly stories, including a murdered king, whose terrifying spirit still roams the spooky rooms and darkened halls. Mensen horen daar een soort rare schreeuwen, dichtslaande deuren. De tweede verdieping. Ja. Paranormal investigator claims evil spirits are lurking in the basement of historic Scottish mansion. Some of the most sinister he has experienced in 40 years of investigation. Oké, dus die kelder, dat schijnt dus echt... Kelder's fucked up. We gaan eindelijk naar dat huis toe, jongens. Dus ik zeg de auto in. Top. Gaan. Let's go, man. Volledig ingelezen en met gezonde spanning vertrekken de mannen naar het onheilspellende landhuis, waar één van hen aankomende nacht zal moeten doorbrengen. Ik ben zo benieuwd, want ook die verhalen nu, al op het internet. Het is een oud huis. Ik ben gewoon benieuwd hoe het eruit ziet, snap je? Wow! Lijpe. Nee, joh, gek, man. Zo, dit ziet er echt heel erg uit. Wauw. Binnen hier, wat lijp, maat. Ik vind nu meteen wel een stuk spannender geworden. Zo. Ja, echt hè? Dit ziet er oprecht scary uit, gek. Ja, jongens, klaar voor? Ja. Let's go. Okay. We hebben eerst een afspraak met Ross, de beheerder. Hallo, welkom. Hallo, mate. Gezelligheid. Welcome to Bannockburn House. It was built 1675, so we're in about 350 years worth of history here. Ceiling is very important here. It was built by two journeymen from Denmark. I'll show you into one of my other favourite rooms. I'll show you this way. Next room. What you'll see is that members in about 280 volunteers. Hi, here you are, one. Look at him. Wow. Me up on the wall, so I'm part of the history. How many times did you have an experience here? Nah, I've not got enough fingers to count the amount of experience I've had. What did you saw? What did you hear? Different sort of running things in the hallway. And other times, you're just thinking, there's definitely... footsteps on there. That's look, not you're skeptical, right? But I'm skeptical. You don't believe in it. I'm still. Could be. I could be. I'm open-minded. Yeah, you're open-minded. Yeah, I'm open-minded. This is definitely a room we need to. I think when you're doing your investigation this evening, this room. I'll show you some of the other spots and go. Things like that. Go. As well. Perfect. Het is wel echt een mooi huis hoor, jongens. Alsof je echt gewoon de geschiedenis bent ingestapt, ja, man. Ja, het is echt best wel mooi intact, hoor. Echt mooi, ja. Oh, shit, hier. Oh, we gaan naar beneden, de basement. Best wel diep, ouwe. This area is very active. We've got a lot of reports here. Often a male gardener comes off quite male aggressive. Especially to women. Can be a bit more touched or things. Ik vind het ook wel een aparte ruimte dit, hoor. Ja. Toch? Het voelt heel koud. Natuurlijk is het really koud, cool. Maar het voelt... Ja. Lijp, hè? Ja, echt lijp, man. Lijp huis gewoon. Is there a lot of activity here as well? Yes, between this room and the room just across there. This was the room that Bonnie Prince Charles stayed in while he was here. Also, there was an assassination attempt on his life. Somebody climbed up the drainpipe, and probably an angry Jacobite soldier just wanted to get home, or maybe a red coat. I think we have enough of the tour. Yes. There's so much to discover. Als je een spookhuisfilm kijkt, dan zie je gewoon dit. Hou alleen op. Dit. Je gaat me niet nu al gek lopen maken. Nee, alleen dit zo is echt. Dit is geen film, dit is echt. Om vast te kunnen stellen of het echt spookt in dit gebouw, hebben onze heren een afspraak met paranormaal onderzoeker Lynn. Hi Lynn, hi Giel. Zij heeft al diverse onverklaarbare situaties meegemaakt hier in het landhuis. Met behulp van haar meegenomen K2 meters gaan de mannen enkele testen ondernemen. I think this is my favorite room in here. We do sometimes hear children in here. Oh, children as well? Yeah. Ah, damn it. Nou ja, ik hou er gewoon niet van als kinderen op een jonge leeftijd zijn overleden en dan hier nog steeds rondlopen. Nee, dat is super nice. Dat is gaar. But there's more than one, because you get a lot of footsteps running around. How many footsteps do you hear? Lots. It depends what room you're in. There was one room, which I'll take you to in a wee minute, and the volunteer we had with us was skeptical and didn't believe it. So she was convinced
that actually there was somebody did it. Somebody in the house. Yeah. Yeah. Somebody else. And oh shit, ouwe. Niet zo doen. Ja, hij ging al de hele tijd. Ik stond al te filmen. Dit is jouw phone, hè? Nee, nou, mijn phone is nuttig. Je kijkt. Hier. Ze is daar. No way. Zo, toch, ga weg. Niet zo dicht. Niet zo dichterbij, maat. Dit is echt heel leuk. Waarom weer mij? Oh shit, ouwe. Helemaal rood, gek. Ah, nou voel ik nu al dat ik vanavond de Sjaak ben. Maat. Dit is echt niet leuk. Dit is echt feest. Maar het is warm hier. Geef mij dat ding eens. Nee, kijk, hij is meteen weg. Mag ik hem nu weer eens? Eens kijken wat er gebeurt. Dan gaat hij weer. Ik heb hem meteen. Wel. Kijk, Michiel. Meteen. How does this work? Stefan, pak jij hem nu eerst van mij over? Hallo, mijn naam is Steven. Hè? Fuck. Are you there? Ga eens aan de kant. Ga eens weg daar. Ja, ik ben weg. Ja, maar dan... Nou, wat is dit? Mag ik hem nu eens pakken? Ja, pak maar. Nah. Ja, jij hebt gewoon iets. Wat is dit? Yeah, he's the only one who's the father of the three of us. Oké, okay, nou, we sluiten hem nu voor heel even af, jongens. Ik ben er ook heel even klaar mee. Ja, yeah, dat snap ik. Oké. Okay. I'm going to take you to the room that makes me the most uncomfortable. Oh shit. I will tell you the story when we're in the room. Oké. Okay. I'm not going by myself, I'll let you go in first. Okay. I'm not going first. No, I don't go in first, no. Huh? I don't go by myself. No, see, we need to go first. Oh. You can go first. You go first. Hello. I'll come in. Bonjour. You are really afraid here? Not afraid, just wary. I'm careful. So, I often put the EMF meter up there while I'm talking. Waarom gaat hij nou weer af? Oh, deze gaat open. Oh shit, die gaat open. Oh, here he is. We've come to visit you. Could you make the EMF? Oh, yeah. Thank you. What? Thank you very much. Ouwe, dit is echt zo lijp. We have a spirit in this room. He is very male. I've spoken to friends who have a lot of experience in the paranormal research, and for something to make them both go off so far apart, they've said it's whatever it is very strong. But you mean like strong, evil strong, or just a strong spirit? A very strong energy. This is the one room that most of the volunteers hate, even during the day. They don't like coming. Yeah, I understand. I can't imagine. It's really dark. And we're going to leave you. Could you please stay in this room? Please? Thank you. Don't follow us. Ja, ik vind echt, ik ben helemaal gek. What a fucked up huis is dit, joh. Na een stuk wijzer te zijn geworden, blijft één ding kraakhelder overeind. Hier wil je absoluut niet alleen worden gedropt. Desalniettemin is het de hoogste tijd om het lot voor één van onze heren te bepalen. Well, this are the three puppets. Okay. Each puppet is one of us. And you can decide who's gonna stay here tonight. We're gonna stick it into the heart. Yeah. Yeah. Okay. You put the puppets back. In the back. Dude, I really felt that one. Yeah? I really felt that one. All right, thank you so much for your time and thank you for the tour. And I hope you have an eventful night. Let's hope so. Het lot heeft bepaald. De mannen verplaatsen zich naar het hotel. Voor een laatste beetje rust en om zich klaar te maken op hetgeen één van hen om klokslag 12 te wachten staat. Wie zal er tot zonsopkomst moeten verblijven in dit mysterieuze landhuis? Kijk, als je een rondleiding in het huis hebt gehad en de K2-meter ging specifiek alleen maar bij mij af. Het is niet echt een lekker voorteken. Dit wil je echt niet. Dit is echt zo'n enge locatie. Ja, als ik vanavond in eentje in het huis moet zitten, ik ga denk ik helemaal gek worden. Ik ga me opfrissen en we gaan terug naar het gebouw. Het moment van de onthulling komt dichterbij. De heren vertrekken voor de laatste keer gezamenlijk naar het angstaanjagende landhuis. Wie van hen zal er tot morgenochtend in zijn eentje moeten overnachten in het Bannockburn House? Ben je er klaar voor, Giel? We gaan ervan. Ik wel. Ik drop jullie even af en dan gaan we weer. Ik heb echt een slecht gevoel over. Ja? Ja, maar dat ligt niet per se omdat ik denk dat ik het ben. Het is gewoon een creepy kuthuis. Bannockburn House, here we go. Ja. Helaas wel, ja. Kijk hoe donker. Oh. Het is echt pikken donker, maat. Die ramen zijn gewoon bevroren, zie je dat? Oh, jongens. Zo,
Zullen we gewoon eens kijken wie de Sjaak is? Oké, ja, prima. Wie van ons hier moet blijven? Rico, jij uit de poppetjes? Thank you. Zijn we er klaar voor? Nee. Geef die andere maar. Oké. Oké, gaan we. Wie van ons blijft van middernacht tot zonsopgang in dit huis? 3, 2, 1. Het is... Oh, het is je! Ben jij het? Jij bent het, hè? Yes, het is Giel. Maatje. Nou. Ik heb een beetje te doen. Oh, kak, joh. Oh, vanmiddag ging die KT metro af. Oh, dit is heel erg kut. Waarom ik? Jij bent het, ouwe. Oh, kut. Ik dacht echt dat een van jullie twee was. Ik was er ook oprecht van uitgegaan dat ik het zou zijn. Ik ben wel heel erg blij dat ik het niet ben. Helemaal te shaken. Komt goed. Ik heb echt mee... Vanmiddag in die KT... Niet nu zo al jinxen tegen mij, maat. Nee, je maakt me nu al bang. Ik moet proberen rustig in te... Oké, nou ja. Blijf rustig. Oh, ik krijg meteen die tas om. Giel. Hier is mijn eigen K2-meter. Ik hoop dat hij geluk brengt. En een noodknop. Ik hoop dat hij geluk brengt. Ja, dat hoop ik. Als er iets, als je die trekt, meteen drukken. Dan komen wij er zo snel mogelijk aan, oké? Ik wens je oprecht heel veel succes, ouwe. Dankjewel. En be safe, hè? Als het niet goed voelt, dan moet je het nemen. Ja, maar thanks. See you on the other side, hè? Succes, maat. Later, ja. Maat. Deze gasten ook dus echt gewoon niet meer zien. Het lijkt er zo uit dat het overal kraakt. Moet echt even wel even ontspannen, want dit is niet te doen. Nou, het enige licht dat ik vanavond heb, is dit licht hierboven. We beginnen niet nu al, hè. Daar heb ik echt geen trek in. Ik hoop oprecht dat het goed komt, gewoon. Het zou, ja. Hij moet rustig blijven. Dat is echt de enige manier. Giel heeft me al eerder verbaasd, hè. Dat ik dacht bij locatie, dacht van, nou, nah, dat trekt hij niet. Nee, dat is waar. Hopen dat het goed komt. Ik wil eerst gewoon even een rondje door het huis zelf gaan lopen. Gewoon even nog zonder de apparatuur, gewoon ruimte voor ruimte. Dus dat gaan we doen, jongens. Goed, we gaan naar boven. Oh, het kraakt van alle kanten. Kijk dan. Die ruimte zien er ook allemaal zo eng uit, hè. Hallo. Welke kamer is dit? Oh, dit is die... Oh. 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 Waarom zet je die pot daar ook neer? Echt geen kleurstrand. Ik ga proberen te slapen. Al moet ik echt eerlijk zeggen dat ik het lastig vind om überhaupt te gaan slapen. Dat ik alleen maar met Giel bezig ben. Maar goed, ik ga het toch proberen. Giel, heel veel succes. I love you. En ik ga proberen te slapen. Slaap lekker. Nou, hier kunnen we ook nog naar beneden. Ah, dit is hier die kelder. Kijk nou. En daar, in die ruimte, hè. Wow. Hoor je dit? Oh shit. Ik hoor gewoon voetstappen. Hoor je dit nou goed? Ik hoor echt voetstappen. Hier, hoe kan dat? Ik ben echt niet gek, jongens. Ik heb echt serieus veel voetstappen gehoord. Oh, dit is niet normaal, toch? Dat hadden jullie toch ook moeten horen? Kan niet anders. Ik ga daar een camera meenemen. Die zet ik dus in elke ruimte. Ik zet een 360-camera ook neer. Het is zo chill dat Steven mij gewoon een K2-meter heeft meegegeven. Die vertrouw ik tenminste. Deze meter, als ze die antenne aanraken, dan... maakt hier geluid, dus ook fijn. Ik ga eerst in de ruimte waar dat meisje
heel graag met me wilde spelen. Dan ben ik ook wel echt serieus benieuwd of hij dan ook gaat vragen. Hallo. Hier zijn we dan. Hier zit de klepje zo midden op de tafel. Nou, hij is gekalibreerd als er nou zo iemand in hier iemand is. Ja, rustig, oké. Ik krijg die K2-meter ook hier. Oh. Het staat, jongens. If somebody is in this room, can you let me know you are here? Please. Het is echt eng dat ik dit zeg, jongens. Besef even. Het is echt doodeng, jongens, om hier te zijn. De apparatuur die vanmiddag zo erg afging, gaat in deze ruimte nu niet af. En dat is ook de realiteit. Oké, nou. Ruimte 1 gehad. Het is rustig hier. Ik ga gewoon nu de eerste, de beste kamer die ik zie. Daar ga ik nu naartoe. Hallo, can I come in? Hallo. Hier staat die rempot. Ik ga 2 meter voor Steve. If somebody is in this room, can you please notice that you are here? No fucking way. Nee. Jongens, ik hoorde echt zo'n harde klap. Dat kan niet anders. Jullie hebben dit goed moeten horen. Ik word gek. Niet doen. Ik sta echt op het punt om gewoon te vertrekken. Ik heb echt het gevoel van het tweede gevoel momenteel. Maar ik kan je nu al zeggen, ik weet niet of ik hier de hele nacht ga blijven. Gaan we verder, jongens. Het is rustig. Nu, gelukkig. Nu. Oh, dit is die kamer. Waar echt alle K2-meters afgingen. Oké. Okay. Well, hello. If you are here, please notice that you are here. You can touch one of those devices. Het is zo raar dat ik dit weer doe, joh. Wow. Hoor je dat? Ik hoor iets. Ik hoor no jokies, hello? Ik hoor echt zoveel. Kan niet. Ik hoor, Ik hoor gewoon voetstappen en ik hoor gewoon stemmen. Het kan niet. Ik hoor gewoon alsof er iemand praat in de gang. Ik durf gewoon niet verder. Maar ik hoor het, jongens. Ik hoor voetstappen en stemmen. Ik ben niet op mijn achterhoofd gevallen. Kan echt niet. Yo, ik ben me helemaal gek aan het maken. Ik durf niet uit deze kamer, jongens. Die geluid, er zitten hier geluiden die ik gewoon niet kan verklaren. En dat maakt me helemaal gek. En dat maakt me onzeker zelfs. Want ik weet niet of het dan in mijn hoofd zit of dat ik het echt hoor. Ik ben niet gek, jongens. Kijk, hij gaat gewoon af, die K2-meter gaat af, gek. Het is een leeg gebouw. Ga me niet nu gek laten maken hier, verdomme. Sorry, pardon. En dan te beseffen dat ik nog naar de kelder moet. Ga naar de kelder, jongens. De ruimte waar ik al vanaf het moment niet één niet wilde zijn. En als die kelder daar maar iets gebeurt, ben I'm fucking out. Deze kelder, jongen, echt zo heftig allemaal ook. Camera staat, metertje, nog een meter, hier. Ik ga
het even heel donker maken, jongens. Want als er iets van activiteit kan komen, dan moeten we het gewoon proberen te zorgen, toch? Oh, kijk, hij gaat meteen af. Holy shit. Hij gaat meteen af. Oh. Ik kijk echt naar een hele donkere ruimte. Dat is niet normaal. If somebody is in this room, can you please touch one of those devices? Ik heb het idee dat ik gewoon voetstappen hoor. Sorry, ik ga het licht aanzetten. Ik durf het niet. Alles komt daar vandaan. Alles. De hele tijd. De hele tijd. Zo lastig uit te leggen. Ik ga hier niet blijven. Ik ga hier echt niet blijven. Niet op deze manier. Maar de geluiden hier in dit huis... Ik snap er helemaal niks van. Ik heb nog nooit zoveel geluiden gehoord. Echt niet. Kijk, hierboven hoor je gewandel. Oh, shit. Oh, ik hoor gewoon voetstappen om afkomen. Oh, shit, hé. Hou op. Dit kan niet. Dit kan niet. Niet best, jongens. Is niet best. Ik ga nu deze ruimte in. Het is niet best. De camera hier neerzetten, zo. We zien hem gewoon in de hele gang. Deze kelder, jongens, is niet oké. Hij is niet oké. Hallo? Wow! Kom, fuck! Nee, ik kan hier niet blijven! Fuck! Nee! Fuck! Oh, oh shit! Sorry, Toos, Steve. En met een druk op de paniekknop worden Thomas en Stefan gealarmeerd. Jojo, hij heeft op die knop gedrukt. We moeten zo snel mogelijk. Moeten we nog hier op? Ja, we moeten zo snel mogelijk heen. Oké, fuck joh, kom maar. Ah, Giel heeft de knop gedrukt. Oké, let's go. Waar is hij? Huh? Waar? Yes. Hij zit buiten. Ja. Echt een kuthuis. What the fuck happened, ouwe? Ben je oké? Ik heb alles in die kelder achtergelaten. Je bent toch wel één keer uitgebonjourd? Ja? Ja, sorry. Ik heb het echt, vind het zo raar. Oh, je zat in die kelder helemaal. Wat is er gebeurd? Ik hoor gewoon iemand weg van me lopen. Nee. Ja, maar ik hoor het heel duidelijk. Je hoort het gewoon echt alsof je in de kelder ergens komt en je hoort gewoon dat iemand weg van je stapt. En de achtergrond luidt. En je hoort gewoon kieren vervolgens opengaan. Alsof die deur blijft dicht, maar hij gaat gewoon open. Maat, die kelder, ik heb alles achter. Volgens mij loopt de camera nog. Ik zeg, hey, I'm fucking out. Er liep echt iemand van me weg. Twee keer toe. In die keuken, Jezus, alsof je omdraait. Jezus. En je voelt gewoon dat iemand gewoon... En je hoort voetstappen boven het lopen. Je bent echt, het is echt het is een niet oké huis. En jouw K2 meter gaat ook gewoon af, hoor. Maak geen zorgen. Het is echt bizar. Ik voel me eigenlijk een beetje schuldig, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat ik dit huis heb uitgekozen. Ik had dit huis gevonden en Giel heeft nu echt een fucking nare ervaring gehad hier. Het is Giel niet gelukt om tot de eerste zonnestralen in dit akelige landhuis te verblijven. Wie zal er de volgende keer door het lot worden gekozen? Hé, hey, en het antwoord hierop kan je nu al vinden in de Stuk-app, als je durft. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Taft, for strong moments.